Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, u bent nog maar net gebombardeerd tot minister van Ontwikkelingssamenwerking. En ik moet zeggen, het gaat u af. U heeft uw entree alvast niet gemist. Want naar aanleiding van de klimaattop in Egypte kondigde u aan dat België een samenwerkingsprogramma is gestart met Mozambique ter waarde van 25 miljoen euro om daar de klimaatschade te herstellen. En het werd er straks al gezegd, de redenering hierbij zou kaderen in het loss and damage principe, waarbij rijke westerse landen verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van klimaatverandering in arme landen in de derde wereld. Wij zouden namelijk meer broeikasgassen uitstoten en daarom derde wereldlanden uit de nood moeten helpen. Grote vervuilers zoals China, India en in toenemende mate ook Afrikaanse landen, die blijven klaarblijkelijk buiten schot. Sterker nog, Mozambique lijkt zelf niet altijd wakker te liggen van klimaatschade. Dat land werkt momenteel nauw samen met Peking in het kader van gasontginning. Niet bepaald klimaatvriendelijk, als u het mij vraagt. En bovendien prijkt Mozambique ook op plaats 147 in de internationale corruptieindex, waarmee het een van de meest corrupte staten ter wereld is. Dit alles indachtig lijkt het ons erg waarschijnlijk dat het zuurverdiend belastinggeld van onze burgers in een bodemloze put dreigt terecht te komen. En intussen laat deze regering, laat u zich een schuldgevoel aanpraten en gooit u miljoenen belastinggeld over de balk. Begrijpen wie begrijpen kan, hoewel het is natuurlijk niet de eerste keer dat er bij u veel geld in de rook lijkt op te gaan. Ik kom tot mijn vraag. Hoe verantwoordt u, minister, het doneren van 25 miljoen euro belastinggeld aan een corrupt Afrikaans land in tijden van stijgende koopkracht en energiecrisis? Meneer de minister, ik kan alleen maar concluderen dat Sinterklaas heel vroeg komt dit jaar, vooral in Mozambique dan. U zet het speelzuchtige beleid van uw voorgangster Kitir consequent verder op deze manier. En terwijl deze regering het basispakket energie voor onze mensen nog niet eens klaar krijgt op tijd, gaat u wel miljoenen in een corrupt land pompen onder het mom van de klimaatredding al daar. En dat komt van een partij die aanklaagt dat meer en meer kinderen in ons land met lege brooddozen naar school moeten. U moest u schamen. U krijgt ontwikkelingshulp in deze barre tijden niet meer verkocht aan onze mensen. En daarom giet u er nu een klimaatsausje over. Gelukkig beseffen meer en meer mensen dat Vivaldi hen in de steek laat. Gelukkig staan wij wel achter hen. Voor het Vlaams Belang komen onze mensen immers altijd op de eerste plaats.